Jullie gaan iedere week naar de wekelijkse markt? Iedere week, ja. Zitten we hier op het terrasje met tapas. Ja, we gaan dan lekker gezellig bij elkaar. Gepensioneerden allemaal. Heel leuk zo met elkaar even kletsen met iedereen die er komt. Het is heel gezellig, is dat, ja. Ja, ja. Jullie zijn broers van elkaar? Nee. Gelukkig niet. Druiderige dag in Geleen, maar we hebben even een schuilplaats gezocht wat een beetje droog is. En hoe is het om zo met zo'n dag hier te staan? Ja, het loopt wel leuk aan, maar ja, het is jammer dat het weer wat in de steek laat. Ja. Ja, je zult wel merken inderdaad, als het regenachtig is, dat mensen even de droge momenten opzoeken. Ja, dat is wel zo. Ja. Maar op zich, het drupt wel door, maar het is jammer, hè, voor het extra. Zo te horen ben je niet uit Geleen? Nee, wij komen uit Breda zelf. Uit Breda, dus dat is al vroeg vertrekken geweest vanmorgen? Ja, 's morgens op tijd aanrijden, ja. En staan jullie veel in de buurt of is het meest in Brabant? Nee, alleen op zaterdag staan we in Limburg. Okay. De rest staan we gewoon in Brabant. Ja. Nou, en ja, ik zie dat nou in één keer druk begint te worden. Of dat is omdat je op tv bent of... Misschien willen ze bekend worden, hè, de mensen. Okay. Ja, verstoor niet, bij mevrouw? Mevrouw Wouters. En hier kom je uit Beek? Ja, ik ben woonachtig in Beek, ja. Maar je zit niet oorspronkelijk uit Beek? Nee, ik kom eigenlijk oorspronkelijk uit Sittard. En wie komt er dan in Beek terecht? Ik ben getrouwd met Emus van Neerbeek. En we zijn hier in Beek komen wonen, ja. Ja, wat is het voordeel van de meer ten opzichte van een gewone supermeer? De gezelligheid. En de sfeer eromheen. En meestal komen ook het buurtgenoten. En dan gaan we samen een kopje koffie drinken. Zit je ook bij verenigingen dan? Ja, ik zit heel veel verenigingen, ja. Welke bijvoorbeeld? Ik zit bij het Lucia-comité. Van de namen met de Lichtkoningin en met de Hofdames. Ieder jaar wordt dus een Lichtkoningin hier uitgezocht. Dat is uniek in Nederland. En ik zit in het comité van Goendervingen Burgercomité. En het is met name ook dit weekend, is ook met de Kleppenman samenwerking met. Dus we hebben volop werk dit weekend. Ja, genoeg bezigheden vrucht dan. Heb je nog tijd voor eigen dingen? Ik heb heel veel hobby's. Ik ben heel creatief en ik werk erbij ook nog. Ja, de leegkundigin die druk ook midden in de leegstoet. Dat is dan op carnaval zondagavond, hè? Ook een prachtig evenement. Nou, ze gaat niet met de leegstoet. Dat is niet zo. De lichtkoningin die wordt hier uitgeroepen en het is meer met name voor naar de zonnebloem te gaan en naar de kerk. En ook voor naar de gehandicapten te gaan, naar de dagbeker bijvoorbeeld hier in Beek. Dus meer eigenlijk een andere invulling voor erbij te zijn voor de medemens. Nou, vind je het dan vreemd? Daar hebben ze een leegkoningin en daar hebben ze een leegstoet, maar de prins Vastelavond geeft met in de leegstoet. Ja, maar dat is inderdaad voor de Vastelavond de leegstoet. Dat is voor de Vastelavond en dat is voor de lichtkoningin is dat niet zo. Zo meneer, inkopen bij elkaar? Ja, alles bij één. En hoe de schermen, hè? Ja, nou hoes en dan platten. Ja, want het is verschrikkelijk warm, hè. Maar heb je genoeg methoden om je te wapenen tegen de warmte? Ja, ik doe s'morgens op tijd, doe ik het werken. Tot 9:30 is morgen. Nou, en, dan is nog even dit soort dingen. En dan de hele middag niks. En vanavond misschien nog gaat. Dus, nee, dat... Hij houdt ons wel een beetje eraan. Hè. Ja, met zo'n weer hoeft ze niet op vakantie, hè? Of heb je toch nog vakantieplannen? Ja, in september. Dus dat is nog even. Hè. En waar gaat je naartoe als je vrouw moet? Oostenrijk. Ja. En dan wandelen of genieten van de natuur? Van alles, hè. Wie het vuur komt, hè. Ja. Of wandelen en dat soort dingen. Hè. Ja. Is dat een vaste vakantieland, Oostenrijk? Nou, vast dat wil ik niet zeggen. Ik ben verleden al naar Frankrijk, naar de Tour bijvoorbeeld. Hè. Dat is een week met de Tour met. Dat is natuurlijk geweldig. Hè.
Hoe vaker in Gelein naar de markt? Iedere zaterdag. Iedere zaterdag? Iedere zaterdag, ja. Oké, en grap je de vaste kraampjes, wat je naartoe gaat? Meestal wel, ja. Meestal, ja. Dat. Dus overal waar gaat. Oké. En wat heb je vandaag allemaal gekocht? En de rode bieten en bospeen. Dan heb ik het voor vandaag. Dus vandaag hoef ik niet zoveel. Oké, en de kippenboer en zo, dat gaat je niet meer rijden? Nee, dat kon ik niet op de markt. Dan koop ik hem bij de poelier. Dus, ja, dat is fijn de markt iedere week. Ik vind het heerlijk, joh. Als ik niet op de markt ben geweest, dan heb ik geen zaterdag gehad. Dus, En gaat je meestal in de morgen of in de middag? Ligt er al aan. Soms morgen, soms middags.